Zoals jullie weten, hebben wij op 1 mei onze nieuwe social deal voorgesteld. En wat ik niet ga doen nu, is dat is een document van 40 of 45 pagina's ondertussen, want het is een work in progress. Hè. Dus daar kunnen nog allemaal dingen bij komen ook. Hè. Het is een oproep geweest. Wat ik niet ga doen, is hier nu met jullie die 45 bladzijden overlopen. Ook niet te detailistisch. Wat ik wel wil doen, is een verhaal vertellen wat de filosofie erachter is. Ik ga eerst vertellen wat er fout gelopen is, of volgens mij, en ik denk ook volgens ons, de voorbije jaren. In 2008 hebben we gezegd, hebben ze gezegd, je moet besparen om er terug bovenop te komen. Dat is eigenlijk tot gisteren, tot vandaag, ik weet het niet, tot morgen hopelijk niet, de overwegende denkpiste, overheersende ideologie. Je moet besparen om in orde te zijn om er bovenop te geraken. Eén voorbeeld. Toen Italië in de problemen kwam in 2008, hebben ze geld gevraagd aan Europa. Ik ga jullie besparen met alle technologieën van welk fonds juist, dat boeit eigenlijk niet. Het principe is, ze hebben geld gevraagd aan Europa om uit de miserie te komen. Europa is niet echt solidair geweest en heeft gezegd, kijk, we gaan jullie iets lenen, het ESM-fonds, ik heb het nu toch gezegd. Maar jullie moeten dat terugbetalen. En als jullie dat geld willen, zijn daar een aantal voorwaarden aan gekoppeld. De koepel van de voorwaarden, dat was besparen. Maar weet je op wat dat ze moesten besparen? Op de capaciteit in de ziekenhuizen. Ze moesten besparen op ziekenhuisbedden. 12 jaar geleden. We hebben vandaag gezien, of gisteren gezien, in Italië tot wat een ondercapaciteit aan ziekenhuisbedden geleid heeft. Mensen op straat, mensen op de gangen, mensen op de vloer. En dus dat voorbeeld alleen al toont voor mij gewoon aan welke grote fouten, en ik denk ook sociaaldemocraten, in 2008 gemaakt hebben. En die fout mogen we nooit opnieuw maken. En ik wil met jullie nu 3 mythes van 2008 doorprikken, om dan te komen tot ons tegenverhaal, ons positief verhaal, ons verhaal dat wel gaat werken en waar we, en beeld jullie niets in, we gaan dat nog jarenlang moeten vertellen. Hè. Herhalen, herhalen, herhalen. 3 mythes. De eerste mythe: de vrije markt die herstelt zichzelf en de overheid werkt alleen belemmerend. Oké. Je hoort dat heel vaak. Te bureaucratisch, te Kafkaiaans. En moest het daarbij blijven, lieve vrienden, dan zou ik zeggen ja. De overheid werkt soms iets te Kafkaiaans en werkt soms iets te bureaucratisch. Maar het is niet omdat we een modernere en efficiëntere overheid nodig hebben, dat we minder overheid nodig hebben. We hebben een sterke overheid nodig. Vandaag kwam de Nationale Bank met het cijfer dat als we de tijdelijke werkloosheid niet verlengen en als we steunpremies voor zelfstandigen niet verlengen, dan, en ik lees nu wel even af dat ik de juiste cijfers geef, zijn we volgende maand 180.000 jobs kwijt en gaan er 65.000 zelfstandigen over kop. Dus men zegt eigenlijk, als de overheid niet tussenkomt, dan hebben we een compleet bloedbad. En je weet, macro-economisch gezien, ontslagenen, faillissementen. Dat is een sneeuwbal, hè? Dus als de eerste mythe doorprikt, de vrije markt die zogezegd zichzelf herstelt. De tweede mythe, geld groeit niet aan de bomen. Ja, allez. Ik zal heel eerlijk zijn, ik weet dat dat niet aan een boom groeit. Letterlijk niet. Maar is dat figuurlijk ook niet juist? Weten de mensen eigenlijk van waar dat geld komt? Is dat 1-op-1? Bestaat dat een systeem waarbij dat je geld uitleent zonder 100% te weten dat je dat geld bezit? Ja, dat bestaat. Dat noemen we een bank. Een bank leent geld uit en ze hebben 2 dingen. Ze kijken of dat ze ergens kunnen inschatten of de persoon of de organisatie aan wie dat staat uitbetalen of die dat kunnen terugbetalen. Maar je zit dan nooit 100% zeker. En ze kijken of al de uitgeleende bedragen, dat ze een beetje een buffer reserve hebben in de bank zelf. Maar het is nooit zo dat een bank kijkt, ik geef 1 euro uit en er komt 1 euro binnen. Jamais. Toch niet wat uitlening betaald. Nee, wat doet een bank? Die lenen geld uit met de bedoeling om daar winst op te maken, als ze dat terugkrijgen. En die winst gaat naar aandeelhouders. Mijn vraag is dan, waarom kan een overheid geen geld uitlenen met de bedoeling om daar winst op te maken, een opbrengst te hebben, maar dat teruggaat naar de samenleving? En dus het pure feit van dat er geen
geld, gratis geld bestaat, zogezegd. Of gratis is het juiste woord niet, want er geen geld aan de bomen groeit. Klopt niet. Dat is namelijk hoe geld werkt. Banken maken geld. Zo simpel is het. De derde mythe die ik met jullie wil doorprikken, dat is... Goede politiekers of goede bestuurders moeten zich gedragen zoals een boekhouder. Dat is iets dat we ook al heel lang horen. Ik moet eerlijk zeggen, als ik nog veel jonger was en ik hoorde dat, dacht ik, ah ja, tuurlijk, je moet ook zien dat de rekening klopt. En als je land bestuurt, moet de rekening kloppen. Okay. Maar een boekhouder die gaat alleen over cijfers. En achter cijfers zitten soms wel heel rare dingen. Zo kan de begroting van een bedrijf volledig kloppen. Maar kan daarachter zitten dat er daar mensen zijn die een 80-urenwerkweek werken, die richting een burn-out aan het werken zijn, dat de ecologische voetafdruk van dat bedrijf keiveel kost aan de samenleving. Noem maar op. Als je aan politiek doet, toch op onze manier, dan zijn je ook geïnteresseerd in mensen. En ik raad iedereen aan, als je alleen geïnteresseerd zit in cijfers, word dan boekhouder of bankier. Maar ga niet in de politiek. Dat is iets anders. En dus twee dingen ook... om maar te tonen dat het pure, het kruideniersachtige, zoals ze in Nederland dan mooi zeggen, het boekhoudersyndroom, dat in Europa ze toch wel wat in zit de laatste jaren, dat eigenlijk door twee heel duidelijke voorbeelden het tegenovergestelde, het tegendeel bewezen heeft. In een ingewikkelde zin, ik ga jullie twee voorbeelden geven. Na de economische crisis werd er dus, de financiële crisis in 2008, werd er dus door Europa gezegd, zoals ik al gezegd heb, ik ga dat nog een paar keer herhalen, besparen, 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 de rekeningen op orde, zaken op orde stellen. Er zijn eigenlijk twee landen die dat niet 100% gevolgd hebben. Eén omdat ze niet konden en een ander land omdat ze niet willen. Ik zal beginnen met het land dat niet wou, Portugal. Portugal was een van de zwakste economieën op het moment van de financiële crisis. De financiële crisis heeft daar ook zeer lelijk huishouden. Maar we hebben ze daar gezegd, wij doen niet mee aan die besparingspolitiek. Dat gaat ons kapot maken. Wij gaan investeren. Wij gaan investeren in lonen, in pensioenen, in koopkracht en in sociale bescherming. De jaren daarop is Portugal een van de sterkst groeiende economieën geweest. Dat levert op. En een ander land dat niet omdat ze het wilden eigenlijk, want ze hebben het vertraagd gedaan, maar omdat ze niet konden, omdat ze namelijk heel lang geen regering hadden, 541 dagen geen regering hadden, hebben ze met voorlopige 12e moeten werken, waardoor ze geen grote besparingen in die periode hebben kunnen doen. En de regering Di Rupo al bij al ook toch nog wel, mogen we toch nog eens zeggen, de koopkracht van de mensen zoveel als mogelijk vrijwaard heeft, is België. Wij zijn als land in vergelijking met andere landen in Europa zeer goed door die financiële crisis gekomen. Ik zeg niet dat dat perfect is. En we zaten ook in het kader van je moet besparen, besparen, besparen. Maar wij hebben dat wel veel vertraagd en veel milder gedaan. Waardoor wij macro-economisch gezien, de cijfers die we nu hebben, wij het wel beter gedaan hebben dan onze omliggende landen. We zijn de regering daarna besparingspolitiek geschoten. En we hebben gezien dat we de laatste jaren terug aan het afglijden zijn, helemaal onderaan de Europese richtlijstjes. Wat wil ik daarmee mij heel duidelijk maken, is dat als ik met mijn vrienden babbel, als ik in de politiek in debatten zit, als ik met journalisten praat, dan krijg ik vragen, krijg je dingen terug. Hoe gaat je dat betalen? Er is toch je geld? Gaat er weer het geld uitgeven? De rekening moet toch kloppen? En absoluut, de rekening moet kloppen. Maar ze klopt niet. En de rekening, voor mij en voor ons, is niet alleen cijfers. Dat is ook wat er achter die cijfers zit. En dus, ik denk niet dat we het debat moeten gaan hebben over de betaalbaarheid en de juiste cijfertjes en de nummertjes. Daar rijdt u altijd in vast. En de mensen onthouden dat niet en interesseren zich daar niet in. Het verhaal dat we nu gaan vertellen is wel belangrijk. Hetgeen dat we al 30, 40 jaar horen, wat dat we moeten doen, dat blijkt niet te kloppen. Toch niet voor de grote groep. Dat blijkt voor een klein deeltje te kloppen, maar niet voor de grote groep. En dus als je die drie mythes heel duidelijk, die drie mythes die de politiek eigenlijk al 20, 30 jaar blokkeren, wat mij betreft. Als je die breekt, zeg maar, of doorprikt, dan moet je wel met iets anders komen wat we dan wel vinden. Hè? En dat is die New Social Deal. Die New Social Deal, excuse me for the English language, hè? Ik kreeg daar wat opmerkingen over, maar bon, we willen een beetje mee zijn met de tijd. Hè? Dat moet wat goed klinken ook. Een nieuw sociaal pact, goh. Bon, nee, dat spreekt zo niet vlot, vind ik. New Social Deal, dat bekte beter. Maar je noemt het wat je het wilt. Is een oproep om niet te nemen of te laten wat wij voorstellen, want dat doen we allemaal genoeg in de politiek, maar wel om
met de boodschap, die ik, met het verhaal dat ik je net verteld heb, om mee te groeien in een andere manier van denken over hoe dat je samenleving vooruit doet gaan. En vooral, wij worden gezien als een partij die alleen wilt herverdelen. En of course willen wij herverdelen, dat is nog maar obvious. Maar wij willen ook de taart groter maken. Tuurlijk willen we de taart groter maken. Omdat herverdelen altijd traag gaat. En we moeten alle twee doen. En daarom hebben we een nieuw social deal die dus één, op een andere manier wil nadenken. Dat is het nieuwe. Op een andere manier, zowel Europees als nationaal, de politiek wil benaderen. Hoe dat we naar het economische, hoe dat we naar het sociale, hoe dat we naar de toekomst kijken. Maar ook dat we in onze samenleving ook de focus leggen op, het, op de groei en op het herverdelen van die groei. En dan komen we eigenlijk naar drie pijlers. En ik ga met jullie gewoon de pijlers overlopen en kort uitleggen wat daaronder zit. De eerste pijler is, hoe kon je het al raden, niet besparen, dus wij gaan investeren. Investeren, investeren, investeren. En waarom? Waarom investeert iemand? Mijn broer heeft een bedrijf met 1500 werknemers. Zelf opgebouwd. De chapeau. Die heeft keiveel schulden gemaakt. Die heeft nog altijd keiveel schulden. Die heeft keiveel geïnvesteerd. Waarom? Omdat hij ervan uitgaat. Ik steek daar een euro in en ik maak daar 2 euro van. En die 2 euro die gaat in zijn geval naar zijn aandeelhouders en naar zijn personeel. Maar waarom zou dat dan mijn samenleving niet hetzelfde zijn? Je steekt een euro in het openbaar vervoer en daar komt 2, 3, 4 euro op termijn terug uit. Beter voor het milieu, minder files, want we weten dat de files 10 miljard euro minder economische groei betekenen per jaar. 10 miljard euro. Dus ik bedoel maar, je kan daar iets aan doen, je krijgt direct al gederfde winst terug en ook openbaar vervoer heeft nog andere voordelen ook. Dus wat we willen doen is, willen wij sparen voor morgen, en dat willen we doen, want we zijn allemaal nog jong, of jong van geest hier in de groep. Wij willen ook sparen voor de toekomst. Wij willen dingen op orde zetten voor de mensen, voor onszelf, en ook voor de mensen die na ons komen. Dat is hoe wij aan politiek willen doen. Maar sparen voor morgen, dat is vandaag investeren. Dat zijn dingen die te lang zijn blijven liggen, zoals klimaat, vergrijzing, eerlijke fiscaliteit, maar daar kom ik straks nog toe, de innovatieve zaken, preventieve zaken rond gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, al die zaken, de manier waarop we onze arbeid organiseren, dat we al die zaken, dat we daarop investeren, zodat we daarop vooruit gaan. Want wij zakken al, nogmaals de feiten, wij zakken jaar na jaar, de laatste 5 jaar, gewoon in elke internationale lijst, zakt België naar beneden weg. Voor alle duidelijkheid ook, als het gaat over een investering, dan moet die investering 2 dingen doen. Die moet zichzelf terugbetalen en die moet een rendement opleveren. Zichzelf opbetalen zou willen zeggen een nul op rendement opleveren. Het zeg het voor zich, je moet daar iets aan overhouden. Maar hoe betaalde dat dan, Connor? Want allez, we gaan al zoveel miljarden tekort komen. Hoe betaalde dat dan? Je kunt nu toch niet gaan pleiten om nog meer geld uit te geven, want dan gaat de schuld toch alleen toenemen. Dat is toch ook niet goed voor de toekomst. Wij vinden dat Europa nu eens echt zijn tanden moet laten zien, of misschien vooral zijn hart moet laten zien. En dat je ook op Europees niveau solidariteit in de praktijk moet brengen. Dat wil zeggen dat we nu vinden dat we in een mondiale crisis zitten. We zitten daar allemaal in. De ene al iets meer of de ander, maar we zitten daar allemaal in. Europa moet zijn lidstaten toelaten om te doen wat nodig is om jobs te redden, bedrijven te redden en de gezondheid te redden van de mensen. En het liefst nog op een betere manier dan gisteren. Dat moet Europa zijn lidstaten toelaten, zonder dat ze daar later terug voor in de miserie komen. Want dan gaan ze terug en dan denken ze, dan moeten we besparen. Hè. Gaan ze Italië nog eens opleggen om te besparen op ziekenhuisbedden? Wie gaat dat nog durven zeggen nu? Wie gaat dat nog durven zeggen? Koop niemand, hè. Koop van niemand, hè. Dus ik denk dat Europa een groot deel van die schuld moet vergemeenschappelijken. Dat wil zeggen, de Europese instellingen zijn daarvoor opgericht. De lidstaten geven geld aan Europa. De Europese Centrale Bank kan dat. Als ze dat kan, waarom zou ze dat dan niet doen? Veel meer dan dat moeten we eigenlijk niet weten. Dat zijn de principes. Pak die schuld op u en zorg dat die lidstaten kunnen doen wat ze moeten doen, wat met de coronacrisis te maken heeft om hun landen terug herop te bouwen. Want als Spanje het niet redt, gaan wij het ook niet redden. Als we geen producten meer naar Spanje kunnen exporteren omdat daar geen economische vraag meer is, dan gaan er hier ook nog meer jobs en bedrijven failliet. En is er minder economische groei, minder inkomsten, CLA, you get the point, hè. Hoe gaan we dat betalen? Ja,
dan is het heel belangrijk, ik ben hier nu precies wel leerkracht aan het worden, maar is het heel belangrijk om te weten wat het begrip schuldgraad is. Wat is een schuldgraad? Wat is dat, een schuldgraad? Een schuldgraad is eigenlijk de verhouding van het aantal schulden dat je hebt ten opzichte van de grootte van je economie. Dat wil dus zeggen, als je schuld minder groeit dan dat je economie groeit, dan daalt je schuldgraad. Ah, maar hebben wij niet in ons plan al een wondermiddel om de economie te doen groeien? Juist, investeringen. En dus, die twee dingen hangen eigenlijk keihard met elkaar samen. Om je schuldgraad te doen dalen, moet je net investeren. Moet je net investeren. Als je nu bespaart in een recessie, dan kom je in een depressie. Niet alleen mentaal, hè, na 8 weken binnenzitten, maar heel je economie. Dat wil dus zeggen dat je economie niet meer groeit. Ze gaat fors krimpen. Ze is al aan het krimpen, maar normaal gezien moet ze zich in 21 herstellen. Maar fors krimpt. Als dus je schuld hetzelfde zou blijven, je doet geen investeringen, maar je economie krimpt, dan wordt je schuldgraad veel groter. Dat wil zeggen, je schuldgraad wil zeggen, kan een land zijn schulden dragen? Hoe groter de economie wordt en je schulden nemen lichtjes toe, kan dat. Wat is er nu momenteel toch wel het geval? Is dat het laatste jaar je rente om schulden te maken, dus het geld dat je betaalt om te lenen, lager ligt dan je economische groei? Wat wil zeggen dus, dat je dus heel goedkoop kan lenen. En als je dus die economische groei stimuleert, dat zolang de economische groei groter is dan de rente op de schuld, dan daalt je schuldgraad. Dus wat moeten wij doen? Zorgen dat we massaal investeren om die economische groei te doen toenemen. En dan neemt je schuldgraad af. I know, een ingewikkelde uitleg die ik aan mijn vrienden niet op Facebook of op een WhatsApp-groep ga vertellen. Maar het is wel het principe dat ik jullie wil meegeven. Laat jullie niet uitleggen dat je moet besparen om je rekeningen op orde te krijgen. Vandaag investeren, dat sparen voor morgen. Want als je nu bespaart, gaan er nog keiveel jobs verloren, gaan er nog keiveel bedrijven overkop, en gaat de economie krimpen, en heb je weer minder geld om mensen om de juiste investeringen te doen, en kom je jezelf over zoveel jaar terug tegen. Dat is het basisprincipe van die eerste pijler. Investeren, investeren, investeren. Waarom? Je kunt keigoedkoop lenen, en het lenen kost niets, maar het investeren van dat geld brengt keiveel op. 2. Ja. Ik denk ook niet dat onze taak er al op zit, hè, van herverdeling. Ik denk het niet. Ik denk als we die investeringen doen vandaag, dat die morgen moeten gaan naar die mensen waar we voor vandaag zoveel applaudisseren, toch? Niet? Want applaus, dat kun je niet eten, hè. Dat kun je niet tussen je boterham leggen en er betaalt ook je gas en je elektriek niet mee. We clapped for them, now act for them. Niet alleen de zorg, maar wij zien het breder. En eigenlijk hangt het ook weer samen met dat eerste, hoor. Uw rendement moet veel breder gaan. Uw rendement moet gaan naar betere pensioenen. Uw rendement moet gaan naar betere lonen. Koopkracht, verlaging van elektriciteit, gas. Uw rendement moet gaan naar een nieuwe sociale bescherming. Vrienden van mij, die werken als freelancer. Ik ga een voorbeeld geven. Een van mijn beste maten, die is freelancer. Die werkt eigenlijk best wel veel uren per week. Tokkelen op een computer is sinds het laatste decennia ook een volwaardige job. Hè. Mijn oma die snapt dat niet, maar die werkt wel echt veel. En die zit eigenlijk een beetje in een depressie. Huurt een appartement in Antwerpen, niet goedkoop, kan niet van onder die huur. En zegt, als ik mijn job opzeg, als ik dat contract verbreek, dan heb ik eigenlijk, in de situatie dat hij zit, nog geen echte bescherming. Dus wat gebeurt er? Freelance, zegt hij, ik werk al 2-3 jaar na mijn studies. Ik heb nog geen een dag gedopt. Ik werk altijd. Ik doe veel overuren. Blablabla. Ik ben heel flexibel. Ik voel me echt niet goed in mijn vel. Dat was voor corona al nu. Tijdens corona. Ik ga er niet over uitweiden. Het is alleen maar erger geworden. Want is het alleen. En ik kan doorwille van mijn statuut, omdat ik geen goede sociale bescherming heb, kan ik eigenlijk niet stoppen met werken, want dan ben ik direct mijn appartement kwijt. En voor zijn psyche moet ik jullie niet uitleggen dat als je ook nog eens uit je appartement wordt gesmeten, dat hem dan niet echt bepaald gelukkiger gaat maken. Dan stel ik mij de vraag, ja, dan zit ons werk er toch totaal nog niet op. Als mensen van een nieuwe generatie, andere mensen, interim jobs, weekcontract, dagcontract, maandcontract, als die keihard hun best doen, maar daar niet voor beloond worden, dan zit er ook iets niet juist in onze sociale bescherming, onze lonen, onze manier dat wij omgaan met mensen die inspanningen doen. En dus, daarom wou ik die tweede pijler daar heel hard in, omdat de opbrengst van die investeringen, die moet heel duidelijk gaan
naar die brede laag. En ja, ik ga toch zeggen, hardwerkende Vlamingen of mensen die een extra duwken in de rug nodig hebben. Zorg, armoedebestrijding, onderwijs, noem maar op. En dus dat is wel heel belangrijk om ook te zeggen, ja, maar Connor, is er nu geld om uit te geven aan meer pensioen? Is dat nu de moment om nu geld uit te geven aan een hoger loon? Ja, hè. Iemand die 10.000 euro per maand verdient en die krijgt er 500 euro bij, die gaat dan misschien gewoon oppotten en die gaat daar nu misschien niet iets extra mee doen. Maar iemand, en ik ken er, die in een supermarkt werkt en 1.600 euro per maand verdient en die krijgt er 200, 300 euro bij, die gaat dat misschien ook sparen, maar die gaat dat godverdomme de mensen die ik ken toch wel ook iets uitgeven in de economie rondom hem. In Seattle bijvoorbeeld heeft men het minimumloon verhoogd in bepaalde sectoren. De retail, de horeca. En men heeft gewoon gezien dat er een kruisbestuiving kwam. En de economische groei, die steeg ook. Want het extra geld dat ze kregen, gaven ze uit in de andere sectoren waar het minimumloon ook gestegen was. Dus er is zelfs feitelijk bewijs, onderzoek geweest in Seattle. De agglomeratie Seattle, daar wonen toch 3,6 miljoen mensen. Dat is kleiner dan Vlaanderen, maar dat is toch wel ook op grote schaal. Waar dat het gewoon bewezen is, dat als je minimumloon verhoogt, dat je daar rendement op hebt. Toch als je dat slim doet, hè? Als je loon bijsteekt waar het nodig is. En vooral, het sluit ook weer aan bij onze eerste pijler. Als mijn bomma, die altijd kuisvrouw geweest is en die een heel laag pensioen heeft, er morgen 100 euro bij krijgt, dan ga ik misschien wat meer centen krijgen voor mijn klokken en mijn Sinterklaas, want ik krijg dat nog altijd, ze staat daarop. Maar gaat zij vooral eens meer naar de kapper? Gaat ze vooral eens meer naar de bakker? Gaat ze vooral eens meer naar de slager? Wat ze nu toch een beetje uitrekent, of wat dat nog kan of niet. En dus in de vorm van investeren is het rendement breder trekken en ook geven aan die bredere lagende samenleving ook een vorm van indirect investeren in de economie. Die mensen geven dat uit, investeren dat in een huis, in een appartement. En dus, dat is wat in Portugal gedaan heeft door uw lonen, uw koopkracht te versterken, uw sociale bescherming te versterken, dat mensen ook gelukkiger aan hun werk kunnen doen. Als die maat van mij even een time-out kan nemen voor zichzelf en dan gaat hij terug aan het werk, is hij productiever. Dan levert hij de economie meer op en is hij gelukkiger. En dan natuurlijk het fiscaal pact als dat derde pijler. Voor alle duidelijkheid, met het fiscaal pact, dus ik denk dat jullie nu toch al mee zijn in die twee pijlers, is niet de manier hoe we de crisis gaan betalen. Investeringen moeten de crisis betalen. Het fiscaal pact is wel het sluitstuk van rechtvaardigheid en is het overkoepelende verhaal van hoe wij die groei willen verwezenlijken en dat rendement eerlijker willen verdelen. Wij kunnen zo geen plan voorstellen zonder van eerlijke fiscaliteit een top 1 van de drie topics te maken. 1, omdat het rechtvaardig is. En 2, omdat we ook in heel wat onderzoeken zien dat de Vlaming daar gewoon klaar voor is. En eigenlijk is het heel simpel. Meneer Euro, we zeggen dat ook al even. Ik vind dat als iemand met zijn handen gaat werken en daarop afstaat, dat hij te veel betaalt. En als iemand, ik ga het nu heel plat zeggen, ik ga nu eens heel plat zijn, iemand in zijn luie zetel ligt en met zijn gsm, met zijn app, wat aandelen verschuift en daar winst op maakt, niets betaalt, vind ik niet fair. Vinden wij niet fair. En dus, er moet een shift komen op een bepaalde manier dat als je elke dag gaat ploegen, hè, zoals men dan zegt, dat de druk op dat loon omlaag gaat. Dus wij zijn voor minder belastingen op loon. Maar dat er wel een eerlijke bijdrage is van zij die met ene vingerswipe of met ene swipe miljoenen verdienen. Ik trek het op flessen, maar jullie begrijpen zo heel goed wat ik bedoel. Dat is de eerlijke fiscaliteit. Je steekt alles in een pot. Je kijkt gewoon welk geld komt er hier binnengevlogen. Maakt niet uit van waar dat geld komt. Komt dat uit arbeid? Komt dat uit huuropbrengsten? Komt dat uit aandelen? En we verhogen de belastingvrije som. Dat wil zeggen dat de mensen die minder verdienen, hè, pas van op een verder stadium belastingen beginnen betalen. En we maken dat progressief. En dat wil zeggen dat dan de mensen die heel veel verdienen, dat die iets meer gaan bijdragen. Maar ja, wij pleiten toch voor solidariteit. Een solidariteit dat is uw deel doen, maar ook uw deel krijgen. En dat deel, dat is bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden. Een van die dingen die bijvoorbeeld ook daarin stond of daar al uitgekomen is, is ja, krijgen naar noden, dat vinden we dat iedereen moet doen. Zeker in corona.
maar niet als je niet wilt bijdragen naar vermogen. En dus zijn we heel blij dat ons voorstel, dat we samen met de PS geamendeerd hebben, dat bedrijven die staatssteun vragen nu, hinderpremies, van allerlei dingen vragen aan de overheid, die dus dat krijgen naar noden wel willen, die optie willen lichten, maar die niet willen bijdragen naar vermogen, want de welvaart leegzuigen en op belastingparadijzen rekening hebben, dat die gewoon uitgesloten worden van staatssteun. Dat is inderdaad het grote nieuws niet, maar is wel heel belangrijk, omdat dat toch een eerste stap is richting eerlijke fiscaliteit. En dat is gewoon iets dat we met een liberale regering vanuit de oppositie al hebben kunnen afdwingen. Nog heel belangrijk ook is zeggen, in dat fiscaal pact staat ook een enorme vereenvoudiging. Een soort Deens KMO-model, waarbij uw belastingen eigenlijk volgens een model ingevuld worden. Dat wordt voor u ingevuld. Ik leg het simpel uit. Je bekijkt dat. En als je geen opmerkingen hebt, dan is het oké. Dus geen hele lange belastingbrieven meer. Dit en dat. En ze er ook vanaf. Dus niet dat je na aanslagjaar zoveel nog kunt herbekeken. Nee. Als de administratie een voorstel doet of zegt van kijk, dat is hier waar uit onze computer loopt, dat is het model. Niet te veel aftrekposten meer. Een normaal tarief. En een echte vereenvoudiging. Veel minder uren en tijd daarin steken, veel minder boekhouders. Ik hoop dat er geen boekhouders onder jullie zijn. Ik heb daar helemaal niets tegen. Ik heb zelf nog boekhoudrecht gedaan. Maar zeer sympathieke mensen allemaal. Hè. Maar het is niet efficiënt voor de overheid, niet altijd. En gaat ze nog altijd nodig hebben, hoor. Maar dat is ook een heel belangrijke. Je kan veel minder frauderen daardoor. En de economische groei neemt enorm toe. In al die aanbevelingen staat vereenvoudiging van het fiscaal systeem. Dat staat er nog niet. Eerlijker maken, maar puur het vereenvoudigen van het fiscaal systeem. Of de administratieve rompslomp. Mijn excuses, het is al een hele lange dag geweest. De administratieve rompslomp, die belemmert de economische groei. Dan denk ik, ja, oké, mannetjes, als alle slimme mensen in de wereld dat zeggen, dan gaan wij gewoon dat doen, hè. Of niet, dan gaan we dat gewoon doen. Dan gaan we dat gewoon vereenvoudigen. Dan gaan we dat eerlijker maken. Zeker als de economie nog ten goede komt. En zeker als we dan voor kunnen zorgen dat het rendement van die economische groei terug naar de gewone mensen kan gaan zetten. Wat ik vooral probeer te doen heb nu, is het verhaal vertellen en dat we volgens mij echt wel een andere denkwijze nu gaan starten. En die gaat er morgen niet zijn. Wij gaan dat moeten herhalen, totdat iedereen weet dat je moet investeren vandaag om te sparen voor morgen en dat je moet investeren om rendement te hebben en dat rendement eerlijker moet verdeeld worden onder de bevolking. En op het sluitstuk daartoe, dat dan eerlijkere fiscaliteit is.